Ik begon met mijn eerste sigaret op mijn 20ste. Toen was ik iets te dik. Kon maar niet afvallen. Toen zei een vriendin tegen mij: als je 's ochtends één sigaret rookt, word je zo misselijk van dat je de hele dag geen zin in eten hebt. Dat ging ik dus proberen. Ik ben niet afgevallen, maar werd wel verslaafd aan roken. Eén sigaret bestaat niet. Mensen zeggen: eentje kan geen kwaad. Eentje kan wel kwaad. Eén sigaret, daarachteraan moet je duizenden sigaretten zien verschijnen. Ik heb natuurlijk wel tientallen stoppogingen gedaan door de jaren heen. Maar de laatste stoppoging kwam op het moment. Ik werd 50. Ik wilde mijn dochter een kusje geven. Dus ik liep naar haar toe. Ik wilde haar zo omhelzen. Ze zei: mam, stop. Je hebt net gerookt. Je stinkt. Stak zo in mijn hart als een mes. Toen ben ik naar een methode gaan zoeken wat me zou helpen met roken. En dat is toen gelukt. Wat mij geholpen heeft, dat zijn twee dingen. De eerste is, ik heb heel veel informatie verzameld over voordelen van stoppen met roken. De tweede was, ik heb aan mijn huisarts om medicatie gevraagd. Het was een medicatie met begeleiding door iemand van GGD. Dat heeft me ook heel erg geholpen. Wat ik tegen rokers wil zeggen is, het hele mechanisme van roken, wat er gebeurt, waarom je wil blijven roken. Hè, totdat je beseft dat het een enorme verslaving is, hoe schadelijk dat is. En dat je niet hoeft te roken. Je kan echt stoppen met juiste mindset. Alleen je moet het wel beseffen dat je beter af bent zonder roken. Dat roken een verslaving is waar je vanaf kan komen. En waar een wil is, is een weg.